Ik dacht, misschien moet ik nog iets van een begintune hebben of zo. Iets wat erbij past. Ik weet niet. Ja, het is toch. Je begint toch een speciaal programma? Nou, die bewaar ik voor de volgende keer. Ik zou zeggen, welkom bij mijn livestream op Facebook. Leuk dat je kijkt. Deze aflevering ga ik jullie de nieuwe titel van mijn boek laten zien. De vorige keer heb ik de illustratie laten zien. Dus die illustratie die ik ga gebruiken voor mijn boekcover. Als je dat niet hebt gezien, dan kun je dat vanochtend bekijken op de pagina van Facebook. En dan ga ik ook, daar leg ik ook uit hoe ik die illustratie gemaakt heb. Maar vandaag ga ik dus de complete voorpagina onthullen van mijn nieuwe boek. En ik ga ook de titel laten zien. Dus dat wordt helemaal leuk. En dit boekje is nog specialer geworden, want ik heb mij niet alleen beperkt tot de voorkant van het boek met illustreren. Wat zal dat zijn? Straks. Leuk dat je kijkt. Heel tof. En vooral ook, wil je op de hoogte gehouden worden van alles wat er gebeurt in de wereld van Disney? Ik zou zeggen, like dan. Nee, jezelf. Like dan de pagina, de Facebookpagina van Disney. Dan zie je sowieso het allerlaatste nieuws. Dus dat is leuk om te doen. En als er vragen zijn tijdens dit gesprek, ik kijk nu live mee. Dus je kunt live vragen stellen. En die ga ik dan proberen te beantwoorden. Even checken hoor of alles werkt. Ja hoor, het ziet er allemaal echt heel erg goed uit. Vorige keer was ik. Vorige keer was ik ook live en toen was ik vergeten op het knopje live te drukken. Nu heb ik dat gedaan en ik zie dat ik live ben. Dus dat, yay! Het is gelukt. Disney, voor de mensen die nog niet weten wat Project Disney is. Het is een schrijfproject. Dus dat betekent dat er meerdere mensen samenwerken aan dit idee. Ik heb een aantal jaren geleden heb ik de wereld van Disney bedacht. Dat is een verhaalwereld. Het is een heel groot labyrint waar alle verhalen zich afspelen. En omdat het een project is, kunnen ook andere mensen meewerken aan die verhaalwereld. En dat zijn inmiddels twee auteurs al geweest. Dat is Jasper Polane geweest met zijn recente boek Panda en het Zwarte Dat. Oh, die zie je hiernaast natuurlijk ook. Panda en het Zwarte Dat. En Johan Klein Haneveld, en die heeft Akmala geschreven. Oh, nou is het plaatje weg, dan kan ik hem even. Ja, dat is hem. En die verhalen spelen zich allemaal af in de verhaalwereld van Disney. Ze zijn allemaal loslezen, die verhalen. Maar als je ze allemaal leest, dan zul je ook de grote rode draad in de wereld van Disney gaan herkennen. En daar komt nu dus een vijfde boek, wordt daar nu dus aan toegevoegd aan de wereld van Disney. En dat is dus mijn derde boek. Snap je het nog? Vijfde boek in Project Disney, het derde boek van mij. Ja. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus dat. Ik ga straks de titel onthullen. Ik scroll ondertussen even mee. Nou, mijn derde boek, wat nu eraan gaat komen, dat is een novelle. Dus dat past mooi in het rijtje van deze twee boekjes die de andere auteurs hebben geschreven. En weet je, ik denk dat ik maar gewoon. Ik ga hem gewoon laten zien. Ik kan er omheen breien wat ik wil. En jullie kijken toch allemaal om erachter te komen wat die titel is. Dus ik heb zoiets van, joh, weet je wat? Ik ga hem gewoon laten zien. En dan komt hij. Hou je vast. Popcorn bij de hand. Lekker colaatje. Daar zou je hem hebben. Dit is hem. Jalvin en het Rijm van de Vold. Een verhaal uit de begintijd van Disney. Nou. Dat is maar daar even een titel. Ik zal even inzoomen. Wat je ziet zijn al meteen een paar interessante dingen. Ik zou als fan van Disney zou ik dit interessante dingen vinden. Uiteraard is Jalvin de hoofdpersoon uit het boek. Dat is natuurlijk de persoon waar het verhaal over gaat. En je ziet het Rijm van de Wold. Voor de mensen die nog niet weten wat het Rijm, wat de Wold is. De wereld van Disney heet de Wold. Dat is niet een wereld, maar het is een weelderig landschap van alles en nog wat. Een grote doolhof waar eigenlijk alles plaatsvindt. Dus dat wordt de Wold genoemd. En blijkbaar in dit boek komt er een rijm voorbij wat te maken heeft met de Wold. En de subtitel van het verhaal
een verhaal uit de begintijd van This Week. Deze twee boeken hadden ook een subtitel en die hadden een verhaal uit de wereld van This Week. Dus dat speelt zich in de tegenwoordige tijd af. Maar dit verhaal is dus uit de begintijd van This Week. Dus dat, daar gaat, als je fan bent van This Week, er gaat echt heel veel worden onthuld. Dus ik zou zeker, dat is super tof. Jalvin, ja, wat kan ik erover vertellen? Jalvin, het Rijm van de Wold. Jalvin, de hoofdpersoon, is een jonge straatverteller in de ruige havenstad van Nelpoort. Hij vertelt daar verhalen, maar hij heeft ook een gave. Jalvin is namelijk in staat om de verbeeldingskracht en de herinneringen van mensen te zien in de vorm van een soort aura wat om mensen heen hangt. En zijn gave zet hij in om zijn verhalen te vertellen, want door die gave kan hij dus heel, heel perfect aansluitende verhalen aan die mensen vertellen. Dus die toehoorders van hem, die zijn helemaal verbluft door de verhalen die hij vertelt. Dus hij heeft een ontzettend goede reputatie als verhalenverteller op dat plein. Maar ja, zijn wereld wordt op een gegeven moment danig verstoord, omdat er ook een rover rondvaart in de havenstad van Nelpoort. Nou hoort dat er ook een beetje bij in zo'n ruige havenstad. Het speelt zich af in de, als je het voorstelt, in onze tijd zal dat bijvoorbeeld de middeleeuwen zijn. Dus denk aan piraten, rovers, gevaarlijke gasten. En zo'n havenstad Nelpoort, dat vraagt erom dat daar gevaarlijke types rondlopen. Dus in eerste instantie trekt hij zich daar niet zo heel veel van aan. Maar op een gegeven moment komt hij tot de conclusie dat zijn toehoorders het slachtoffer worden. En hij is ook getuige van zo'n beroving. Maar gek genoeg is het die rover niet te doen om het geld van die mensen. De rover is het te doen om de bron van al die mooie verhalen. Wat zal dat verder zijn? Het is een novelle, dus ik kan daar niet al te veel over vertellen. Maar het is een, ja, het is een super spannend verhaal. Er zitten ook best wel wat griezelige dingetjes in. Griezelige scènes. Is het horror? Nee. Het is, ik zou het niet horror noemen. Het is, niet, het is geen splatter movie. Maar daar zitten wel echt griezelige stukjes in. Maar het blijft alsnog gewoon jong adult. Voor de jonge lezer is het geschikt. Dus 13, 15 jaar. Dus vanaf die leeftijd tot 100 of ouder. Maakt niet uit. Iedereen kan het lezen. Even mijn keel smeren hoor. Dus dat. En het is. De boodschap van het verhaal wat ik erin heb verwerkt gaat over. Gaat over vastzitten, over vooruitgang, jezelf ontdekken en kijken wat je krachten zijn. En om de stap zetten om verder te komen in het leven. Dus dat ligt heel persoonlijk. Het is ook echt een tof, best persoonlijk verhaal geworden. En dat, het is mijn derde boek, dus ik merk ook dat mijn schrijfvaardigheid toeneemt. En ook deze, ik heb echt gewoon een tof boek in handen met Jalvin. Dus ik ben er ook super trots op dat hij binnenkort gaat verschijnen. Maar dit is in ieder geval dus de cover van het boek. En Jalvin, ja, hij begon een aantal jaren geleden. Ik heb een aantekeningenboek. En een aantal jaren geleden heb ik daar een aantekening in gemaakt. En dat was volgens mij niet veel meer dan een jongetje reist op de rug van een steen door de wereld. Dat was het. En dat verhaal dat begon te groeien en te groeien. En eigenlijk kreeg Jalvin best wel een hele grote stem. Echt een bij de hand kerel werd het. En echt een grote mond. En hij had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk best wel een hele belangrijke rol hebben in jouw verhaalwereld. Dus dat kreeg hij. Dus er wordt ook in dit verhaal echt wel iets groots onthuld van de wereld. Dus dat is heel erg gaaf. En Jalvin, ik weet zeker dat zijn rol niet beperkt blijft tot dit ene boek. Wat hij heeft laten zien in dit verhaal, dat vraagt om meer. Dus dat vind ik alleen maar leuk. Dat vind ik alleen maar tof dat je tijdens het schrijven erachter komt dat zo'n karakter ineens een heel, echt een compleet nieuwe wereldje te vertellen heeft.
Waardoor eigenlijk een belangrijk element in. Ik heb een best wel grote planning voor wat ik wil met de wereld van Disney. Dat is toch wel behoorlijk een beetje 180 graden gedraaid. Maar dat is goed. Dat is altijd tof als je aan het schrijven bent. Maar goed, ja, wat ik al aan het begin vertelde, is dat de cover en de illustratie die ik daarvoor heb gebruikt, die heb je vorige week kunnen zien. Dus dat is deze. Dit is de voorkant. Zo heet meestal de cover. En even kijken hoor. Wat ik heb gedaan. Even kijken hoor. Deze mediabon doet het even niet. Dat is wel leuk. Want uiteraard, wat is een fantasyboek zonder plattegrond? Kijk hoor. Ah, die doet het net niet. Nou ja. Dus ik heb de plattegrond. Ik ga hem er zelf gewoon even bij pakken. Die heb ik zelf getekend en dat doe ik dan weer met de hand. Dat vind ik gewoon prettig. Gewoon af en toe eens eventjes zonder computer. Lekker even met de hand tekenen. Dus die heb ik hier. Dit is de plattegrond die je binnenkort tegen zult komen. Uiteraard ergens voor in het boek. De havenstad van Nijlpoort. Die heb ik hier. Deze. En dat is gewoon fijn om dat gewoon weer even lekker met de hand te tekenen. Wat ik dan af en toe wel heb, dat als ik aan het tekenen ben en ik maak een foutje, dat ik dan op zoek ga naar de Ctrl-Z. Maar dat, ja, dat bestaat dan natuurlijk niet. Nee, want je werkt op een computer. Dus dan heb je, of je werkt op papier. En dat is, ja, dat heeft toch ook alweer soms zijn beperkingen, maar toch ook alweer leuk om te doen. En wat ik al zei, is dat het boek ditmaal ook nog specialer wordt, omdat ik er ook illustraties in heb gedaan. Zo heeft elk hoofdstuk wel een eigen illustratie. En ook die heb ik met de hand getekend. Dus bijvoorbeeld, hiernaast. Oh ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk high-tech, man. Ik heb een plaatje ook hiernaast. Dit is de. Dit wordt de boogjes genoemd in het verhaal. Dit is de verblijfplaats van Jalvin, bijvoorbeeld. Ik heb er nog een plaatje van het Marktplein. En deze illustraties, die zitten dus in het boek verwerkt. Dus het wordt echt. Ik ben zo onwijs enthousiast over dit boek. Hij is zo gaaf geworden. En ik kan niet wachten tot hij binnenkomt. Op het moment dat hij binnenkomt, dan ga ik hem jullie ook absoluut delen. En de illustraties, die zullen we dan tegenkomen. En ik zit me ineens te bedenken, die illustraties. Wat zal ik er nu... Het is op papier. Dus ik zie van, nou, dat kan ik... Zal ik het in een duister archief verstoppen? Of ga ik ze gewoon weggeven? Wat een leuk idee. Waarom ook niet? Misschien moet ik eerst even overleggen met mijn uitgeverij of dat mag. Oh, wacht. Ik ben zelf de uitgever. Ja hoor, het mag. Weet je wat? Ik heb een idee. Ik heb deze... Ik heb ongeveer 10 illustraties... Het zijn geen 10 hoofdstukken, ik ga een aantal illustraties ga ik herhalen, maar dan net een klein beetje getweakt. Ik denk dat ik ze ga verloten. Ja, ik heb er toch genoeg. Dus ik denk dat je kunt het boek pre-orderen vanaf nu. En ik denk dat onder de mensen die het boek pre-orderen, ga ik de illustraties verloten. Sommige zijn wat groter, dus ik ga even kijken. Ik denk niet dat ik ze kan inlijsten. Dat is een beetje te veel gedoe. Want ik ga ook geen lijstjes opsturen. Maar ik denk, ik kan er wel een leuk passepartoutje omheen doen. En dat kan ik dan opsturen in het formaat, bijvoorbeeld A4 formaat. En dat kan dan zelf, kun je dat inlijsten in een lijstje van de welbekende Zweedse winkelketen. Ja, dat is leuk. Ik heb genoeg illustraties. Genoeg. Ik heb er 10 tot nu toe. En ik vind het eigenlijk wel leuk om die te verloten. Dus als je die wil winnen, een originele illustratie die ook in het boek zit, dan zou ik zeggen, pre-order het boek op de website van Disney. En dan maak je daar kans op. Nou, hoe tof is dat? Ik vind dat nu al... Al zou ik mezelf winnen. Ik zou dat al heel erg tof vinden.
Dus vanaf nu is die te pre-orderen op de website. Ik hoop dat het boek ergens half oktober binnenkomt. 15 oktober is de streefdatum. Dat zou echt te gek zijn. En als die binnen is, gaan we natuurlijk gewoon net weer echt een groot feestje ervan maken. Als het boek binnen is. Boek is binnen. Maar dat moet nog heel even wachten. In de tussentijd is gewoon de pre-order open en dan kun je het boek bestellen. Nou, ik denk dat ik het hier eventjes bij laat. Ik eindig nog eventjes met de boekomslag. Daar zou ik hem hebben. Jalfin, het Rijm van de Wold. Een verhaal uit de begintijd van Disney. Hoe spannend is dat? Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En het is gewoon een kwartiertje. Leuk toch? Even gezellig bijpraten over de wereld van Disney. En wellicht tot volgende week, want volgende week heb ik beslist nog meer nieuws te vertellen. En wat dat is, dat zie je volgende week. Ik zeg een hele fijne avond. En check nog even de website.